Sanne Fischer, is dit eigenlijk de eerste echte tegenslag van dit seizoen? Nou, dat wil ik ook weer niet zeggen. Ik bedoel, Feyenoord, Zwolle, dat waren natuurlijk wel wedstrijden tegen andere tegenstanders. Maar dat waren ook wel manieren dat wij niet tevreden waren en dat wij erg teleurgesteld waren. Maar het lijkt me duidelijk dat we nu ook erg teleurgesteld zijn. Ik vond jullie bij Vlagen deze wedstrijd onherkenbaar. Hoe kijk jij daarnaar in het veld? Beleef je het anders of hetzelfde? Ik ben niet tevreden. Dat is duidelijk. We hebben niet goed gespeeld, vind ik. Het heeft eigenlijk heel lang geduurd voordat we wel gingen voetballen. En dat was eigenlijk bij het doelpunt de omkeer. Dat is zeker wel teleurstellend als je daarna ziet hoe we dan wel aan de bal willen komen. Hoe we wel ons best doen om vrij te komen lopen, om vrij te lopen en dat soort dingen. Ja, en dan wel gaan voetballen en dan ze wel gaan opzoeken. Ja, en dan vraag je je af waarom we dat niet eerder hebben gedaan als ploeg. Ben je tot dat moment ook afgetroefd op een gebied waarop je niet afgetroefd mag worden? Op gretigheid, op inzet? Nou, of niet? Ja, misschien kan je zeggen, maar goed, aan de andere kant. We hebben gelijk in het begin hebben we een geweldige kans. Met Tom van Weert. We hebben nog een goede kopbal in de eerste helft. Dus we wilden ze iets verder oppakken. Maar ja, dan moet je wel vanuit daar die gretigheid komen als ze over een lijn komen en dan gaan voetballen. Dat hebben we vandaag veel te veel nagelaten. Staat alles nu op scherp gelijk voor woensdag? Nou, dat mag ik wel hopen. Maar we dachten dat we op scherp ook voor vandaag stonden. Want we zaten met ons hoofd nog niet bij woensdag. Maar dit is zeker teleurstellend, heel teleurstellend zelfs. Gelukkig nu tegen directe concurrenten kun je alsnog die marge goed houden. Ja, maar goed, dat is weer van later zorgen waar we later aan gaan denken. Maar nu overheerst de teleurstelling en daar zijn we duidelijk niet tevreden over.